Het onafhankelijk kiesbureau is op schema met de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 heeft het OKB ook de nodige voorzieningen getroffen. U hoort OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos hierover. We hebben toezicht van ons in 3 delen, zoals het in de wereld gebeurt, gedaan. Je hebt de pre-electorale fase, die is nu gaande. Je hebt de electorale fase, dat is 25 mei, en die telling van 25 mei. En je hebt nog die post-electorale fase, dat is de na-controle. En nu zijn we in de pre-electorale fase, misschien moet ik voor de kijker zeggen, de voorverkiezingen fase. Dat betekent dat je alles bekijkt wat de organisatie voorbereidt om tot goede verkiezingen te komen. We hebben al gekeken naar straatnaamborden over het hele land. We hebben al gekeken naar de stembureaus over, de hele kustvlakte. Sipaiwiliwini een deel. We zouden al vanaf volgende week een aantal vluchten maken naar gebieden waar we kunnen vliegen, waar de stembureaus zijn. Maar door de COVID-19 is GUM Air nu bezig te bekijken welke vluchten wel doorgaan en welke niet. Dus dat komt even in het gedrang. We moeten die assessment doen, omdat de wetgever ook zegt, je moet binnen het verklaren. En dan moet je gewoon alles weten of alles zien wat er is voorbereid. Ook bij CBB gebeuren de dingen. We matchen de verkiezingen, de kiezerslijst. En we hebben ook de trainingen van de stembureaus gecheckt. Worden ze goed getraind? Is het professioneel genoeg? Vertelt, is de trainer in staat die kennis over te dragen? En wat zegt het handboek? Is het handboek compleet fout of niet? Zodat ook die organisatie daaruit kan leren voor de volgende keer. We zouden ook hoofdstembureau training, dat zou maandag beginnen, maar het is uitgesteld. Vanwege COVID-19, de andere de stembureau trainingen zijn ook uitgesteld vanwege COVID-19. We gaan het anders aanpakken, een beetje online-achtig. En met 2 mentoren die ze begeleiden. Dus we moeten ook, vanwege deze overmacht, moeten we dus ook de overeenkomst met een consultant opschorten. We zijn nu ook in KKF. Zijn er OKB-toezichthouders die kijken of alles richtig gaat. Dan volgt de kandidaatstelling. De oproepingskaarten worden straks ook begonnen. Wordt straks ook begonnen met de distributie, dat is ook in april. Al dat soort dingen, de biljetten worden gedrukt, de biljetten worden verzameld. Al dat soort dingen assessen we. En dan komen we bij die stemminslag. Die stemminslag zit op elke stembureau. 1 toezichthouder op alle stembureaus die in Suriname zijn. Ik onthoud cijfers nooit. Ik dacht 630 something stembureaus over het 38 of zo over het hele land. Dat is 1. We hebben toezichthouders. We hebben ook het management opgezet. Laat me dat uitleggen. Hoe ziet het management eruit? Ik ben de algehele coördinator. Ik zit on top of all. De OKB-leden zijn districtscoördinatoren, dus je decentraliseert. De kiesdistricten zijn onderverdeeld in kiesresorten. Dus je zit daar met de resortcoördinatoren en dan heb je op elk stembureau een toezichthouder. Dan hebben we ook, dat is aan de hand van onze ervaring, mobiele toezichthouders binnen een resort die rondgaat, die is in feite de mobiele hulpkracht van de resortcoördinator, want die kan niet overal zijn, dus die taak wordt verdeeld. Je hebt dan ook de mogelijkheid als iemand ziek wordt op het bureau, dat je mobiel kan inschakelen. Die zijn echt mobiel en flexibel. Dan hebben we op het hoofdstembureau toezichthouders. Die beginnen om 9 uur, 10 uur 's avonds te werken. 10 uur lang de eerste ploeg, dan komt de tweede ploeg. Maar meestal schorst het hoofdstembureau. En dan gaan ze ook al die vergaderingen observeren. Wij zijn vaak ook daarbij, bij die vergaderingen. Maar onze toezichthouders zijn er altijd. En op de stemmingsdag zelf is er hier op het OKB
is er een verkiezingscentrum. Eigenlijk is het een info- en crisiscentrum. Hier kunnen alle klachten, we maken er ook flink gebruik van, want wij maken de telefoons bekend. We kregen naast de 3, 4, 5 lenen die we hebben, kregen we nog 6 lenen ingehuurd bij Telesuur. We hebben waarschijnlijk 2 radioverbindingen tussen 2 radio's van gebieden die geen communicatie hebben, mobiel. En zodat we in contact blijven met onze toezichthouders. En zo monitoren we het hele land. En er is een constant contactafspraak met het info- en crisiscentrum, zodat ik op de hoogte ben. Als er wat gebeurt, dat ik de juiste beslissingen kan nemen en direct de goede rapportages kan krijgen. Wij volgen dus alles. Vanaf nu mogen onze toezichthouders ook van het procesverbale foto maken. Het wordt toch opgeplakt. Ja. Zo dan wordt het naar ons geappt. Een bepaalde telefoon is verbonden aan een computer. Gaat het direct in een archief. Heeft OKB ook de originele draft. Al zitten er fouten in, maar je hebt de originele. Dat geldt ook voor zo'n hoofdstembureau, dat we een foto maken van het resultaat van hun procesverbaal, dat ze op 17 april gaan voorlezen en wat naar CRS gaat. Dan zien we dat ook, dan kan dat ook gearchiveerd worden. Dat is dus wat de electorale fase betreft. In de post-electorale fase heb je nog nawerk. Wat doen we in die post-electorale fase? Binnen 3, 4 dagen tijd bekijken we onze verslagen die we binnen hebben. En als we twijfels hebben van is daar wel goed gestemd of niet, kunnen we de hertelling beslissen tot hertelling. Stembureauvoorzitters uitnodigen en we hertellen. Zie je ongeregeldheden op die stemmingsdag, dan zegt de wet dat het kiesbureau die maatregelen moet treffen die ze nodig acht. We hebben een aantal keren moeten inspringen. Laat eens een bekend verhaal. En op de tellingsdag bij hoofdstembureau vorige keer heb ik die telling moeten stoppen. Waarom? Er waren geen processen verbaal. Er werd vanuit een informeel briefje gestemd, geteld door het Centraal Hoofdstembureau die die bevoegdheid niet heeft. Die moet namelijk het resultaat van de hoofdstembureaus vaststellen. De hoofdstembureaus zijn de verkiezingsautoriteit van het kiesdistrict. Zij moeten het doen. Maar ik weet niet wat er vorig jaar is gebeurd. Ik snap het ook niet. Ik hoop en verwacht niet dat het dit jaar weer zal gebeuren. Maar we zijn op onze kievieven. Er zijn op dit moment, ik vertel dit om aan te geven hoe we werken. Ontzettend veel reus, ontzettend veel dingen. Van reus, van fraude, reus, van dit. Ik kan wel zeggen dat onze assessment tot op dit moment niet heeft uitgewezen dat binnenlandse zaken een fraude toestand is aan het opzetten. Wij zijn vreselijk objectief. Als het niet zo is, gaan we het ook zeggen dat het niet zo is. En als het zo is, gaan we ingrijpen. Bij de evaluatie is gebleken dat de hoofdstembureaus eigenlijk van vooral Paramaribo, Wanica, te weinig hadden. Toezichthouders. Dus die van hoofdstembureau Paramaribo hebben verhoogd naar 20. Er zijn 12 resorten. Misschien dat we meer zetten, we moeten even kijken of het moet. En Wanica hebben we ook verhoogd van 4 naar 7 of zo. De anderen hebben 1-1-1 hier en daar gezet. We hebben de mobiele toezichthouders van Paramaribo ook het aantal vergroot, van Wanica ook. Je moet, wat wil je bereiken met je toezicht? Wij streven naar 100% coverage, wat natuurlijk we al vrij dichtbij zijn. Of eigenlijk hebben we nu al 100% coverage, want ze zitten overal. Dus nu kijk je naar de kwaliteit van je mensen en de kwantiteit van de mensen. We hebben dit jaar extra nu al ingevoerd, want dat vroeg u, ICT-toezichthouders. En die hadden we vorige keer met spoed moeten installeren, met heel veel spoed. Omdat door dat ding van die telling van formele dingen wilde ook precies zien wat gebeurt er ICT-wise, wat wordt ingevoerd. Nou, om dat te voorkomen hebben we ze nu al geïnstalleerd als onze toezichthouders, waardoor ze nu al kunnen gaan praten met BISA, een assessment doen over het ICT-gebeuren. Waardoor, en nu zijn we dus, vind ik persoonlijk, beter equipped
naar 2015. Iedereen weet dat dit mijn laatste verkiezingen zijn. Die wet is verhoogd, maar gaan niet doorblijven. We gaan niet doorblijven naar 2025, want daar word je ook al te oud ervoor. Maar ik wil al deze dingen die ik nu zo mooi verteld heb, op papier zetten. Een soort goed gedetailleerd draaiboek hebben, gemotiveerd. En dat achterlaten wanneer de tijd daar is dat ik ga bedanken of bedankt word. Dan moet ik even kijken wanneer dat gebeurt. Maar ik ben niet van plan 2025 te draaien. Ik ben 65. Ik merk dat je... Ja, ik ben nog vitaal hoor. Niemand gelooft dat ik 65 ben. Ik voel me ook niet oud. Maar op een gegeven moment moet je wel kunnen zeggen... Ah, Jennifer, je bent 65. Je hebt iets bereikt, je hebt een legacy. Je moet heel gelukkig zijn. Dus nu ga je genieten van je vruchten, van je kleinkinderen die maar nu steeds zeggen, oma, ik zie je niet. Dat doet ergens ook emotioneel een beetje pijn. Maar goed, we moeten er doorheen. En ik ben op een leeftijd waarvan ik zeg, ik hoef niet bibberig oud te worden op posities. Laat men me blijven onthouden als die vitale vrouw die die job gedaan heeft. En nu een beetje zo van wezen oude vrouw die op de achtergrond adviezen geeft. Dus dat hoop ik dat voor mij ook is weggelegd. Ik verwacht de uitslag dat gaat maken dat je moet gaan onderhandelen. Om ook echt onderhandelen. Ik hoop niet dat onderhandelen betekent dat het weer vertaald wordt als overlopen. Geld uitgeven en overlopen. Dat is toch zo'n verloedering in ons. Het geeft zo'n schandelijke vlek op de verkiezingen. Ik hoop dat men nu een stapje richting volwassenheid zijn. Je maakt een programma, een consensusprogramma. Je komt overeen en je houdt je eraan. Stel dat je zo een gedifferentieerde uitslag hebt. Twee partijen halen toch nooit die meerderheid. Op die manier betekent dat je als je een informateur hebt, ga die langs alle partijen en verzamelt wat ze wensen. En die informateur gaat dan bestuderen en zeggen, oké, deze drie, vier partijen, die hebben samen, zeg maar, wat twee derde. En dat programma, dat zijn veel overeenkomsten. Laten we gaan kijken of we kunnen formeren. Dan krijg je die formateur. Dat mag iemand anders zijn, dat mag dezelfde persoon zijn. En die gaat partijen bij elkaar brengen. En een soort mediation rol innemen om ze bij elkaar te houden en te laten blijven.